Goedemiddag allemaal, daar ben ik weer! Zelda Play 20, een nieuwe aflevering van Let's Play Legend of Zelda de Windweker in HD! Yeah! In de vorige aflevering hebben we de Pit of 50 Trials gehaald en hebben we dus zeg maar de Hero Charm gehaald. En twee afleveringen terug hebben we een Triforce Shard te pakken gekregen. Maar in deze aflevering wil ik eventjes iets heel speciaals gaan doen. Ik ga namelijk in mijn kaart heel eventjes kijken welk eiland dat het ook op... Juist. Ik ga heel eventjes op mijn kaart heel eventjes kijken welk eiland dat het ook alweer was. Want er is dus zeg maar een hele speciale schip ergens aanwezig. En ik zie hier op mijn kaart precies welke dat het is. Dus dat is bij de... ik zou dadelijk dat wel erin editen op het moment dat we er zijn. Want het is namelijk op Rockspire Island waar we naartoe moeten gaan. Dus ik zie jullie heel eventjes daar en dan laat ik op de kaart gelijk eventjes zien waar dat we zitten. Dus ik zie jullie op Rockspire Island. Ik noemde dat toen Poep Island. Dan weten jullie ongeveer wel wat. Maar ik laat het jullie dadelijk zien. Dus ik zie jullie daar dadelijk. Oké, en dan zijn we hier dus aangekomen bij Poep Island. Wat ik hier heel eventjes jullie wil laten zien is... Wacht eventjes, volgens mij had een van deze twee ook nog eens een piece of heart. Dat weet ik niet zeker. Ik ga het gewoon heel eventjes uittesten, jongens. En natuurlijk zijn ze heel erg goed met mikken. Pas erop, Kai, hè? Ik weet zeker dat een eiland, die had dan zeg maar ook van die... Goed geschoten. Maar dan is er zeg maar één eiland die... Oké, ik moet heel eventjes hier concentreren. Daar zit dan zeg maar een extra secret. Dat je daar dus zeg maar een extra piece of heart kan vinden. Dus bij zo'n schip. Dus ja, daarom doe ik deze heel eventjes nog gelijk check. Maar dan kan ik jullie heel eventjes op de kaart laten zien op welk vakje dat we nou precies zitten. We zitten op dit moment op vakje Ditto. En hier zit dus... Ja hoor, hier heb je een piece of heart. Wat ik al zei, ik heb gelijk de goede te pakken. Maar goed, we hebben hier dus zeg maar ook een piece of heart. Maar de reden waarom dat ik eigenlijk naar dit eiland wou en dat hier inderdaad dat schip zit, het is totaal toevallig eigenlijk. Er zit hier een extra speciale Beetle Shop. En die vaart hier ook omheen, dus zoals je dat hier kan zien. Deze Beetle Shop die is zeg maar uniek in zijn prijzen. Of ja, niet in de prijs, maar in de dingen die hij verkoopt. Deze heeft namelijk drie unieke items die hij maar één keer hier verkoopt. En ja, je kunt een Beetle kortingskaart krijgen als je 60 items bij de Beetle Shops hebt gehaald. Maar ja, ik kom daar zelf nooit op. Dus volgens mij was het 60 of zo. Maar je ziet dus, hij heeft een empty bottle, een piece of heart en een treasure chart. En een of andere rare helm op zijn kop. Dus, maar het is gewoon Beetle. Dus, this shop will close in just 7 more days. Dat is bullshit wat hij daar zegt, toch? Maar goed, hij heeft dus een empty bottle. Hij heeft een piece of heart, open price. En het treasure chart, current price. Maakt eigenlijk een rol uit. De empty bottle zal hij gaan verkopen voor 500 rubies. Die willen we zeker hebben. Zorg er echt voor dat je genoeg rubies bij hebt. De open price, volgens mij was deze 950 rubies. Ja hoor. Ik ben zo'n nerd. Weer een piece of heart! Dat ging eigenlijk best wel snel. Dus, ja. En als ik me niet vergis is deze 900 rubies. Nerd! Nou, hier natuurlijk ook eventjes de informatie erover. En ja, deze is het teken waard om te kopen. Nou, zoals je dus zeg maar ziet, ja, we hebben hem helemaal uitverkocht. Op het moment dat je dan zeg maar zijn shop uitgaat en weer terug naar binnen gaat... Wordt het, als ik me niet vergis, een gewoon een normale Beetle Shop. Dan zou die gewoon normale dingen verkopen, zoals een, ja, booms, pijlen, weet ik het allemaal nog meer. Bombs, you want it? It's yours, my friend, as long as you have enough rubies. Maar ja, in dit spel hebben we geen rubies, maar rupees. Klinkt raar als je dat zo snel achter elkaar zet. Nou is er nog één ding eventjes wat ik nou wil gaan doen op Windfall, aangezien dat we toch weer met sidequests bezig gaan. Bij Windfall Island, als je naar Windfall Island toe gaat, weten jullie nog die skull necklaces waar ik het over had? Het is een pointless sidequest. Ik zeg het er heel eventjes bij, jongens. Deze sidequest is pointless. Het is niet nodig om deze te doen. Maar het is alleen in de HD-versie. We gaan voor alle treasure charts. En het zou toch heel erg vervelend zijn als we nou net één treasure chart gaan missen. Ik heb hier zo geen zin in. Wat je hier namelijk moet doen. Dit is ook de eerste keer dat ik het ga doen. Dus ik heb geen flauw idee of ik het goed ga doen of niet. Laten we hopen dat ik het in één keer goed doe. Je wil dus zeg maar je skull necklaces hebben. Nou, ik heb er op dit moment 6, dus hij mag niet klagen. Hallo, kijk eens wat ik voor je heb. Ik zei kijk eens wat ik voor je heb. Hoi. Voor jou. Hallo.
Ja, en dan moet je hem. Die laten zien. Ja, dat zijn skull necklaces. Geweldig, hè? Ja, ik geef jou de 3. En dan ben je blij. En dan kunnen we een minigame gaan doen. Piggy sitting. If you had 3 pig loose on the island. En je moet hem binnen 2 minuten naar hem toe brengen. Als je het goed doet, dan krijg je iets van hem. Natuurlijk. Dus, en... go. Nou, weten jullie nog dat trucje wat dus ons geleerd is met piggies vangen? Dat je dus zeg maar er echt naartoe moet sluipen. Dat moet je hier ook doen. Nou, en als je die dan hebt... als ik me niet vergis, moet je ze naar hem brengen. Dat is 1. Nou, we hebben nog 1 minuut 47. Nou, hier zien we de tweede. Kom op. Pak hem. Op zich is dit echt een hele makkelijke sidequest. Hallo. Hé, kom op. Nee, ik wil... Oké, hij heeft hem gepakt. Nou, en de derde, als ik me niet vergis, die zit hier bovenop de heuvel. Tenminste, ja, dat is een bloemetje. Die zit hier. Nou, gebruik dat trucje wat in het begin geleerd is. En je zult geen enkel probleem hebben. Op zich, 2 minuten is ruim genoeg. Dus geen enkel probleem. Nou. Little piggy, little piggy, little piggy, little piggy. Hallo. Ja, we hebben gewonnen. En dan krijg je dus een treasure chart. Dat is het enigste ding... dit spel, volgens mij heb je dit nog niet eens in de GameCube versie. Tenminste, ik heb alle treasure charts een keertje in de GameCube versie gedaan toen ik nog Engelse Let's Plays deed. En op een of andere vage manier, deze minigame, ik ken hem niet. Volgens mij is dit echt hartstikke nieuw. Dus weet je net of dit nieuw is? Laat het weten in de reacties. Misschien heel erg, dankjewel. Dus, maar ja, zover zijn er dus nou even geen sidequests hier meer te doen. Er is nog 2 sidequests die we hier kunnen doen, maar daar heb ik nou echt absoluut geen zin in. Goed. Dus wat ik nou ga doen is, ik ga heel eventjes weer naar de onbekende eilanden waar we nog het een en ander zeg maar nog kunnen vinden. Dus ik zie jullie zo meteen weer. Oh, ik kan er gelijk eigenlijk naartoe warpen, dus ik hoef helemaal niet te knippen. We gaan naar dit onbekende eiland hier. Geen idee wat we daar komen te vinden. Volgens mij is dit... Goddess Tower, Tempel 3. Tenminste, dat denk ik. Yep, het is de Goddess Tower. De Tower of the Gods, om precies te zijn. Dus dan moeten we hier heel eventjes de Smurfish vinden. En ik geloof dat ik hier ook een treasure chart voor heb. Dus ik ga heel eventjes kijken. Knip heel eventjes. Knip, knip. Editor. Dank je. Oké, sorry daar eventjes voor. Ja, treasure chart 14 om precies te zijn. Die kunnen we hier vinden. Dus als het goed is, zou hier nou een beacon te zien zijn. Maar ondertussen ben ik ook nog op zoek naar de Smurfish. Dus ik zwem hier heel eventjes. Ah, daar hebben we de Smurfish toevallig. En daar zie ik ook gelijk de beacon. 2 vliegen in 1 knap. Nou, weet je wat? Dan doen we wel eerst eventjes de beacon. Of, nou ja, de Smurfish zit ook eigenlijk heel erg dichtbij. Dus, weet je wat? Doen we eerst even de Smurfish. Doen we eerst eventjes... mag ik even bait? Waar is de Smurfish? Waar is hij? Oh, hij springt achter ons. Wat een blije gupvisje ben je toch? Hallo. Kom hier. Smurfish. Hier heb je bait. Gelijk pakken, want bait groeit niet aan bomen. Kost geld. Maar ja, eigenlijk krijg je geld van bomen, dus dan zou... maakt niet uit. Smee! Nou, dan krijgen we dus heel erg mooi te zien hoe dat ons eilandje eruit ziet. Het is eigenlijk gewoon een soort van trouwring, zo ziet het eruit. Tenminste, ik vind het eigenlijk een beetje op een grote ring lijken. Niet echt een trouwring. Ja, maakt niet uit hoe dat je het wil noemen. Maar kom op, serieus, dat is gewoon een ring. Geef die informatie. Facebook en... boeit me niet. 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 Goed. Nou. Dan gaan we maar eens heel eventjes naar die beacon toe. Die hier zit. Tenminste. Kijk nog heel even voorzichtig op mijn kaart. Ik zie mij eigenlijk nog niet verschijnen. Waarom zie ik nou niks? Oh. Waarom zie ik mij dan niet op de kaart? Is dit spel een gemeen tegen mij aan het doen? Springen voor een scherpe bocht. Oké. Even een beetje snelheid maken.
En stop. Stop. Een klein stukje naar voren. Oh, perfect. Oké. Als ik me niet vergis, ik gok maar 200 rubies. Jap. Ik had zo eigenlijk gehoopt dat ik er nou dit keer naast zou zitten, maar helaas dus niet. Nou, ik ga nog eventjes twee blokken naar het oosten en ik zie jullie dus daar. En aangezien dat we daar de Smurfish nog moeten hebben, zien we dus van eigens wel zeg maar welk eiland het is op de map. Dus ik zie jullie zo. Nou zie ik hier deze twee palen en overdacht ik bij mezelf dat deze twee palen eigenlijk ook nog een piece of heart bevat. Dit weet ik niet zeker, dus ik ga het gewoon even uittesten. Dit is zeg maar twee vakjes aan het oosten. Ik zou de kaart er heel eventjes voor jullie ook nog een keer in editen. Om heel eventjes te laten zien op welke vierkantje dat we precies zitten. Want er is er dus zeg maar eentje. Daar heb je dus zeg maar één paal met een ladder en één paal zonder een ladder. En volgens mij de paal zonder ladder. Volgens mij is dat er ook een piece of heart. Maar dat weet ik dus niet zeker. Dus ik geloof wel dat hij bij Fairy Island zat. Het is dat Fairy Island daar. Dus ja, moet toch heel eventjes improviseren. Nou, deze bommen die zijn heel erg makkelijk te killen. Op het moment dat je dus zeg maar bommen gaat plaatsen net boven de kanonnen. Zo versla je eigenlijk dus zeg maar die kanonnen. Dus heel erg makkelijk. Is niet echt moeilijk dit. En als je die allemaal hebt verslagen, dan krijg je hier een gewoon kistje. Dit kistje is geen piece of heart. Dit kistje is, ik geloof, een joy pendant of 20 rubies. Een van die twee of 50 rubies, misschien als je geluk hebt. Maar de echte schat, zeg maar, te vinden. Oh, golden feather. Ah. Yay! De echte treasure waar je voor wil gaan is daar. Nou, hoe komen we daar natuurlijk? Heb je daar de Deku Leaf heb je daarvoor nodig en de goede windrichting. Heel even kijken of ik hier nog even wat resources kan vinden. Rubies zijn eigenlijk nog steeds heel erg belangrijk. Nou ja, niet meer zo belangrijk gelukkig als in de GameCube versie. Want in de GameCube versie, geloof me, dan heb je bijna gewoon 4000 rubies nodig. Hier valt het op zich wel mee, maar ik wil toch altijd eventjes kijken wat er te vinden valt. Goed, we staan richting het zuidwesten te kijken. Oké. Dan gaan we richting het zuidwesten. En dan wil ik niet diezelfde stomme fout maken als die ik dus zeg maar een paar afleveringen terug had gemaakt zonder de Deku Leaf daar naartoe te surfen. Dus here we go! Tidoo. 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 Oké, kom even binnen droppen. Even deze meloot heel eventjes uitschakelen. Die barrels staan in de weg. Is iedereen dood? Mooi. Nou, daar komt dus het kistje tevoorschijn. En zoals je dus ziet, dit is niet het kistje waar ik naar zit te hopen. Is het hier ook van die bommen dan? Een Boko Baba Seed. Nou ja, ik kan niet twee keer geluk hebben natuurlijk. Zit hier ook gewoon een ladder, hè? Ja, nee. Er zit hier geen ladder. Serieus, zoveel moeite alleen maar voor twee van die troepdinges? Zit hier ook geen kanonnen? Dat ga je menen. Nee, geen kanonnen. Al die moeite dus van oppers. En excuses daarvoor. Ik zie jullie wel met de mapfish. Hier hebben we de map en daar hebben we dus zeg maar het hartje waar ik het over gehad. Nou, dit is de laatste Fairy Island die we kunnen vinden op het moment. Dus Golden Feathers. Dat gaat over die Golden Feathers zeg maar, dat je die moeten geven. Weet ik het allemaal nog meer. Dus op het moment als dat gedaan is, dan ja, zal we van eigen zijn brief wel ontvangen denk ik zo. Hoop ik zo. Zal wel fijn zijn. Ik zie dat de mailbox aan het dansen is. Dus hopelijk hebben we nou de twee letters waar we op zaten te wachten. Want dat zijn toch weer twee pieces of hearts waar we op dit moment voor zitten te wachten. Dus, oké, nou. Hi. Good morning. Hoeveel brieven heb je? Twee. Oké, de eerste. To my son superior. Thank you very much for looking after my boy. This isn't much, but I hope you accept it as the same. I politely request your continued kindness towards my son.
Dat is de moeder, zeg maar, van de postbode. Of ja, die hulp van de postbode. En die heeft dus een brief. En die stuurt ons een piece of art. Weten jullie nog dat ik zei van 20 roepjes, wat 15 roepjes kostte, tot het nergens op sloeg? Als je het doet, krijg je dus een piece of art. Tweede brief. This day when I received some gold feathers from my boyfriend who mentioned you. I sometimes, I'm something of a bird angel, so I know how hard it must be to collect all these feathers. I want you to have happy heart, so I'm sending you this heart as a token of our affection. En krijgen we dus nog een piece of art. En dat is dus die golden feathers sidequest. Nou, met die out of the way te hebben, zoveel liefde. Juist. Nou, met die dus out of the way te hebben, hebben we hier nog drie switches die we heel eventjes... Waarom drie switches? Ik zou het niet weten. Gewoon niet te swing. Maar hebben we dus zeg maar die drie switches. Als je die indrukt, krijg je dus zeg maar hier de opening, de toegang voor deze dungeon. En als we daar dan naar binnen vallen, komen we bij de laatste Great Fairy terecht. Creepy. Young Waker of the Winds, allow me to aid you in your quest. En die geeft ons dus de laatste arrow update, waardoor dat we 99 arrows. Nou oké, okay, ik weet het, dat van de bommen, dat klopt er niet helemaal. We hebben 99 bommen nodig gehad, maar 99 pijlen, ik zie niet in waar dat je 99 pijlen voor nodig hebt. Ik bedoel, laten we heel eerlijk weten, the fairies in the fountain shall hear your awareness when you go fighting for your battle, got to win, have high. Ik zal heel eerlijk wezen, zelfs, we hebben de pit of 50 trials al gedaan met 60 pijlen. En nu hebben we 99 pijlen. Wat we met 99 pijlen moeten, ik zou het niet weten. Dus, maar goed, wat ik heel eventjes ga doen is, voordat ik deze aflevering ga afsluiten, dat ene pilaartje. Ik ga heel eventjes naar dat pilaartje toe waar dat we dus zeg maar, waar we dus zeg maar die piece of heart wel op die pilaren kunnen winnen. Nou, dat we dat eigenlijk in deze aflevering gedaan hebben. Dus ik zie jullie zo. Oeps. Oké, ik ben gewoon heel eventjes rond aan het varen en ik kom per ongeluk weer tegen een Big Octo. Dit is er eentje met 8 ogen. Zoals ik al eerder had gezegd, deze Octo's die zijn niet echt belangrijk. Deze Octo's, die droppen maar één ding en dat is gewoon een orange ruby. Niet echt handig als je die tegenkomt. Ik was heel eventjes naar het eiland aan het gaan waar we dus zeg maar die pilaren hebben voor die piece of heart. En dan kom je dus zeg maar in één keer een Octo tegen. Ik zal heel eventjes op de kaart laten zien waar dat ik op dit moment zit. Ik zit op dit moment net onder de Tower of the Gods, dus één blokje naar zuid daarvan. Dus ja, eigenlijk best wel vervelend dat ik dit hier nou zo tegen moet komen. Maar ja, ik heb helaas, zo kom je zo in één keer iets tegen. Dus ja, ik zal het ook heel eventjes laten zien. We hebben hem verslagen, whoop-die-doo. Dat was echt weer... Ik kom die beesten altijd tegen als ik ze niet zoek. Dat is vervelend. Er zitten er nog een paar... Er zitten er nog een paar bij die zeg maar ook zo 8 ogen hebben. En die je dus zeg maar zo in één keer besluipen. Maar zoals ik al zei, ze zijn niet echt de moeite waard. Dus, ja. Ik zal je laten zien waarom. Ik bedoel, er zijn nog genoeg treasure charts met 200 rubies, dus... Maar goed. Ta-ta-da-da-ta-ta. 100 rubies, whoop-tie-doo. Ik zie jullie bij dat eiland. Oké, nou hebben we het vakje gezien waar dat we zitten. Dit is Stonewatcher Island. En bij Stonewatcher Island, daar hebben we dus zeg maar ook één pilaar staan. Was ik helemaal vergeten dat dat hier was. Ik zat met mijn hoofd bij een Fairy Island, maar ik had me natuurlijk helemaal weer vergist. Want dat is weer iets anders, maar dat maakt niet zoveel uit. Er zit zeg maar bij dat eiland, dat eiland gaan we zeker ook onderzoeken. Maar er zit één stoompilaar, en die zit hier. En dat is de enigste stoompilaar namelijk, met 8 kanonnen. Ik overdrijf je niet, serieus. Die hebben gewoon echt 8 kanonnen. Nou, en als je daar dan op klinkt... Ik dacht echt dat je dus, ja, met een... Ik weet niet waarom, maar ik zit de hele tijd met mijn hoofd... Dat je dan, zeg maar, 2 van die pilaren hebt... Dat je je decolief moet gebruiken om naar een ander vakje te gaan. En ik vind dit altijd eigenlijk best wel linkersoep... Omdat deze die kennis ook gaan schieten op het moment dat je er net voor klimt. Nou, gelukkig is jullie vandaag tegen mij. Oké, nou als eerste heel eventjes deze meloot heel eventjes uitschakelen. Die zullen niet echt zo problematisch zijn. Tenzij dat je de hele tijd tegen perels aan blijft mappen. Sterf. Nou, en
Het is heel makkelijk. Het is een achthoekig plateau. Dus wat je wil doen, gewoon in elke hoek een bommetje plaatsen. Dat is alles. Nou, aangezien dat je maar 3 bommen per keer mag neerzetten, jammer genoeg. Voor mij hadden het er wel wat meer mogen zijn. Zo. Nou, nog hier eentje. Leuk, man. Oh. Oké, prima. Blijkbaar niet. Dan komt er dus, zeg maar, een kistje tevoorschijn. En als je dat kistje opent, zoals ik al had gespoild. 2 kistjes hier, leuk man. Vind je een piece of heart? Dit is de enige piece of heart die in zo'n toren te vinden is. Dus de rest van de torens kun je gewoon negeren. Tenzij je Crabfans dit wil blijven vinden. Red Ruby, collectibles. Maar niet echt een treasure chart of iets in die trend. Dus geloof mij maar. Dus, volgens mij zit er nog ergens in één zo'n toren één treasure chart. Maar dat weet ik niet zeker uit het hoofd. Maar goed. Om heel eventjes te laten zien. Stonewatcher Island. Daar ga ik jullie meenemen naar de volgende aflevering. Stonewatcher Island is een van de belangrijke eilanden die we zeker moeten onderzoeken. Dus zoals je daar ziet, er zit inderdaad zo'n gigantische steen op. En daar hebben we weer het een en ander op te doen. Maar dat bewaar ik dus heel erg mooi voor de volgende aflevering. Dus ik ga heel eventjes naar deze gast aan met een verrekijker. Die best wel creepy is. Een verrekijker eigenlijk in zijn oog. En heeft eigenlijk best wel een eng rood oog. Halloween. Oké, ja, heel erg leuk. Ik ga eventjes hier veilig staan. Want we zijn hier ook nog eens een keer bezig met bombarderen. Dus ik doe lekker even mee. Druk op het verkeerde knopje. Dus. Ik dank jullie sowieso naar het kijken naar deze aflevering. Heb je een leukste momentje? Laat het natuurlijk weten in de reacties. Als je daar de tijd voor hebt. En laat een like achter. Als je daar de tijd voor hebt. Daar word ik blij van. Dus dit was deze aflevering van de Legend of Zelda de Wind Waker. In HD! Ja. Ik hoop jullie natuurlijk allemaal weer te zien in de volgende aflevering. Hoop dat jullie deze aflevering leuk vonden. Morgen begin natuurlijk, zoals afgesproken, de Halloween special. Ik weet nog niet precies wat het gaat worden. Ik ben al een beetje aan het kijken, dus dat gaat heel erg spannend worden. Denk ik. Laten we het hopen. Dus ik dank jullie allemaal voor het kijken. En ik hoop jullie dus morgen te zien bij de volgende aflevering of bij de volgende video. Dus bedankt voor het kijken, jongens. Doei! Yeah!